Er was vanochtend op Schiphol geen Joris Linssen met Hello Goodbye. Er was geen ontvangstcomité. Het was voornamelijk rustig en vroeg voor Kenneth Omorou. Een week geleden met Nigeria winnaar van de Afrika Cup. En na een week vol met plichtplegingen in zijn thuisland is hij nu weer terug in Nederland. Welkom back. Thank you very much. It was great. It was really great. A big tournament and it's good to be back. Dat Omorou van een feestje houdt, dat kunnen we hier zien. Na de winst in de Afrika Cup werd hem een week gratis seks aangeboden door de minister van Sport van Nigeria. Dat aanbod heeft hij afgeslagen. Yeah, that's just a rumor. You know, it's false. Yeah. But you didn't. No, there was nothing like that. Omorou heeft indruk gemaakt met zijn sterke optreden tijdens de Afrika Cup, wat natuurlijk niet onopgemerkt is bij zijn club Chelsea, waar ADO hem van huurt. Hij wil echter graag bij ADO blijven. If I go and play and start playing, then it's great for me. It's ADO or Chelsea. Yeah. Drie volle koffers en een dosis ervaring en een mooie medaille voor de Afrika Cup. Yeah, it is. That's the medal. Maar geen cadeautjes voor zijn ploeggenoten. Yeah, they should have a present for me. Yeah.